Als je nu naar het centrum van Rome gaat om te kijken hoe Rome er vroeger uit heeft gezien, dan is dat best lastig. Want er rijden natuurlijk over auto's, er rijden bussen, het is druk. Nou, je kan naar het Forum Romanum of naar het Colosseum en dan krijg je wel een aardig idee. Maar wat natuurlijk veel beter werkt, is om naar een plek te gaan waar het oude Rome gewoon nog opgebouwd staat. Al is het dan redelijk aan elkaar geplakt en zit er meestal achter de voorkant van een gebouw niks meer. We zijn hier namelijk op de set waar ooit HBO's Rome is opgenomen. En ik ben hier om eindelijk uitgebreider aan de slag te gaan met de campaign mode van Total War Rome 2. Ik heb hier in de zinderende hitte van Rome ongeveer 2 uurtjes kunnen spelen. En dat is natuurlijk niet genoeg voor een Total War campaign. Maar het was voor mij net genoeg om de hele proloog door te spelen. En daarin speel je de Samnite Wars. Dat is het verhaal van de oorlog in Italië voordat Rome eigenlijk de macht kreeg over Italië. En daarin krijg je natuurlijk, zoals het hoort in een game, de basistechnieken van het spel uitgelegd. En daarin zitten een aantal dingen die net even anders werken dan voorheen in Total War. Een van de dingen die in deze Total War heel anders werkt is de recruitment van je leger. Dat deed je altijd in je steden en dan bouw je barakken op en andere dingetjes waardoor je dan bepaalde soldaten kon trainen. Maar dat was altijd gecentraliseerd in de steden die je had veroverd. En nu draait het eigenlijk om legers. De legers zijn dus de centrale dingen van het spel. Dus je kiest in eerste instantie een generaal en aan die generaal koppel je dan units. Dat leidt er bijvoorbeeld ook toe dat je niet zomaar meer units van het ene naar het andere leger kunt slepen. Had ik in ieder geval, het lukte mij in ieder geval niet. En de recruitment loopt dus ook direct in de legers. Dus op het moment dat jij zegt van nou, ik heb meer troepen met zwaarden nodig of ik heb meer cavalerie nodig, dan selecteer je gewoon je generaal, je klikt op recruit en dat leger krijgt dan automatisch de units daar. En dat vergemakkelijkt het recruiten van een nieuw leger echt enorm. The new recruits have joined our army and are ready to be tested in battle. It will be a while before the Samnites arrive. We should take advantage of the delay and seek to further their training. More avenues of research and training will become available as our expertise improves. Continued development and learning is vital in the race to keep in step with our enemies. Een ander dingetje dat niet zozeer nieuw is, maar waar iets meer nadruk op ligt, in ieder geval in de proloog, is dat je je moet richten op bepaalde bottlenecks. Bepaalde plekken op de map waarin je heel goed zou kunnen vechten en waarin je ook heel goed een bepaald gebied kunt afschermen. In de oorlog die wij dan tegen de Samnites vochten, was Rome eigenlijk vrij goed beschermd door de heuvels die in het centrum van Italië liggen. Daar konden de Samnites niet vandaan komen. Ze konden alleen door het zuiden komen. Wij moesten dus ons leger gaan opstellen in een pas. En de proloog pusht je eigenlijk continu om een slim positie te kiezen met je legers en nou ja, goed, ze te fortifyen zover mogelijk. Kortom, de plaats waar je battles begint wordt belangrijker in Rome 2. En ik moet zeggen, ik heb nog niet genoeg battles gevochten om echt te zien dat het een duidelijke meerwaarde heeft in het gevecht zelf. Maar het is wel duidelijk dat je in de campagne een bepaalde kant op gepusht wordt. Dat betekent overigens niet dat je verplicht wordt om op een bepaalde plek te gaan staan. Ja, in de proloog wel natuurlijk, want daar wordt je gewoon je handje vastgehouden en je moet het nog een beetje leren. Uiteindelijk word je losgelaten en dan mag je ook best heel ergens anders gaan staan met je leger. Maar het wordt je gewoon even aangeleerd dat je een slim positie moet kiezen en daarmee bepaalde battles al bijna gewonnen kunt hebben voor je begint. Wat de battles zelf betreft viel me vooral op dat er eigenlijk... er zijn wel dingen anders, maar het voelt vooral vertrouwd. Ik heb zelf heel veel Total War games gespeeld. Moet wel eerlijk zeggen dat ik de Shogun games wat minder heb gespeeld dan de games daarvoor. Rome Total War is en blijft mijn favoriet, de eerste dan. En als je die games hebt gespeeld, dan is dit vooral heel erg pick-up and play. Je herkent gewoon veel. Dezelfde tactieken die je altijd hebt gebruikt, die werken nu nog steeds. Betekent niet dat er helemaal niks nieuw is. Waar ik heel erg over te spreken ben, is dat line of sight nu veel realistischer in het spel verwerkt zit. Ik zal je een voorbeeldje geven. Ik had op een gegeven moment mijn cavalerie units achter een heuvelrugje gestaan. En dat heuvelrugje, nou, dat stond op een paar meter van die cavalerie. En 10-20 meter daarachter was de vijand aan het marcheren. Dus dat was echt de afstand tussen mijn cavalerie en de vijand was 50 meter. Nou, in vorige Total War games
hadden ze dan mijn cavalerie absoluut gezien. En in dit geval dus niet. Ik kon ze gewoon laten staan en als ik niks deed, dan zagen ze me gewoon niet. Tot ik dus over dat hoofdruggetje heen kwam en ze in hun zijkant aanviel. Nou, dat vind ik heel cool, want op die manier kun je echt gebruik maken van het terrein. Je kan echt kijken van oké, als ik daar ga staan, dan zien ze me niet vanaf die hoek en die hoek. Kan ik ze insluiten, et cetera. Dat geeft je zoveel meer tactische mogelijkheden en dat is heel cool. As you command! Let them go, my soldiers. Let them run back to their mountain hideaways and prepare their barricades. They have felt the strength of Rome and will feel it again when we come for Rutilus. Een nieuwe Total War game betekent natuurlijk ook altijd een stapje omhoog als het gaat om de graphics. En dat zie je dit keer zowel op de campaign map als in de battles. Nou, dat we in de battles vernieuwing zagen, dat zijn we eigenlijk wel een beetje gewend. Het detailniveau gaat omhoog en dat is nu ook weer. Maar ik vind vooral hoe de campaign map eruit ziet, dat doet me eigenlijk meer. Want daar is echt gewoon een duidelijke stap in gemaakt. Het detailniveau is omhoog. Het is niet meer een kaart. Dat was het al een beetje niet meer. Maar het is nu echt gewoon bijna een levend land dat je ziet liggen. En ik vind dat heel cool gedaan. Toch nog even kijken naar die battles, wat ik heel tof vind om te zien. Je hebt natuurlijk nu die schepen en je hebt combined battles, noemen ze dat. Dus je kan een gevecht voeren waarbij je en op land bezig bent en op zee bezig bent. En je kunt op die schepen ook siege units hebben staan. Dus je ziet als je inzoomt ook echt daadwerkelijk een katapult op een schip staan. Ja, dat zijn van die kleine dingetjes die dan die artiesten in elkaar hebben gezet, die het gewoon zoveel leuker maken om naar te kijken. En nu ik het daar toch over heb, over kijken, er zit nu ook een knopje in, de zogenaamde Cinematic View. Je selecteert een unit, je klikt Cinematic aan, dan verdwijnt de hele interface. En dan kun je gewoon heel close op de combat gewoon zien hoe al die gasten individueel aan het vechten zijn. Ja, dan heb je soms gewoon het idee dat je naar een animatiefilm wil ik niet zeggen, maar het ziet er zo goed uit dat je gewoon af en toe eventjes de neiging hebt gewoon even rustig achterover te leunen en kijken hoe jouw manschappen de vijand compleet in de pan aan het hakken zijn. Een van de dingen die me opvielen in de proloog is dat er een bepaald verhalend element in zit. Je wordt echt bij de hand genomen en je krijgt bijvoorbeeld, oké, de Senaat heeft dit besloten en dat moet je nu uitvoeren. En er zitten ook een aantal tussenfilmpjes in. En dat maakt dat je een bepaalde band krijgt met wat je aan het spelen bent. Het wordt niet meer gewoon legertjes verschuiven, maar je bent op een gegeven moment echt die generaal. En je voelt je ook echt gewoon goed als je klaar bent met de proloog en die generaal staat zijn overwinningsspeech te geven. En ik ben wel benieuwd of je dat ook in de campaign gaat terugzien. En of dat zo is, dat vroeg ik aan James Russell van de Creative Assembly. Obviously, I just finished the prologue, and as I explained to our viewers already, one of the things that I liked in there most was the cinematic aspect to it. You know, like the guy talking to you all the time in the help box, but also the cinematic the movies in between. Is that something that we will see in the full campaign as well? Well, you do get certain movies for very, very sort of special events. You know, the special thing about Total War really is that the main campaign is this huge open world that you can explore and you know, in the way that you want. You make history, right? You build your own empire up the way you want. So the prologue is really designed to create that story to introduce you to the game and then set the scene for the main campaign, which is then very much an open world, but it's one for you to explore. So it starts small, but you can there's just an incredible amount of replayability and huge amount of variety for you to experience. Right, but the cinematic aspect of it will return once you do very, very big stuff in the game. There are a couple, yes. Yeah. Gameplay wise, one of the biggest changes is that the creation and the management of armies doesn't revolve around the cities anymore, but rather around the army itself. You recruit your new troops right in the army. First question I have about that is, I tried to maneuver some units in between armies. That's no longer possible, is it? Yeah, no, it is. You can maneuver units in between armies. An army has to have a general, though. So, for instance, if you've got two armies standing there, each one's got its commander. You can combine units and swap them around. You know, we do want to give you that level of control, absolutely. So, but what's not possible is just to
take out two units of the army, leave them behind, like I always used to do in the old Total Wars, just for safekeeping, basically. No, I mean, you can do that if you want to set up a new legion that they are going to be, which needs its commander. You know, what we don't want the player to be thinking is, oh, I'm just going to, you know, leave this unit of cavalry here, this unit of infantry there. And, you know, we don't want the player to be thinking about individual units in that way. We want the player to be thinking, you know, where's the 8th Legion? I need to bring up the 9th Legion to support it. We want the player to be thinking in the way that, you know, the Roman military commanders would be thinking. You know, they want to be thinking on the level of legions. And what that means is adding features as well to that to emphasize the importance of legions. So, for instance, the specific history and skills that you can acquire for that legion, right? Beyond its commander. So a legion will be able to kind of, you know, gain particular skills as you use them in battle. Yeah, and as I understand it, if you like lose an entire legion, their banner still remains, and their how do you call them, their ways, basically, survive. Yeah, the tradition, the legacy of that region, you know, absolutely. You can reinstate a legion that's been, that doesn't exist anymore and get that back. So we really want the player to be thinking about the idea of fewer, bigger armies to create fewer but more decisive and more various battles, right? We want to try and sort of help. It also helps manage the end game, right? We don't want thousands of little units wandering about. We want the player to be thinking about armies and supporting this legion with other legions. But absolutely, you can customize that legion more than ever before, right? The commander has his own skills, his own traits. The legion has its own particular traits, and you can choose what unit layouts you have in each legion, and you can swap between them. I betrayed my lover, brought ruin on my brother, murdered my sister. Any mother would have done the same. And still they will hunt you down, my son. The last of the Pharaoh.